Wij hebben even lekker een bord. Even lekker een dagje aan het strand gelegen. Nou guys, dit is dus de Barbie telefoon. Ja. Goedemorgen allemaal, het is maandag. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. We zijn nog in Spanje en we gaan nu lekker naar het strand. Lekker een dagje strand. Vanochtend hebben we hard gelopen. 5 kilometer. Nou, dat is echt niet normaal, want je hebt hier echt steile heuvels omhoog. We hebben er 34 minuten over gedaan of zo. Dus op zich, maar het was heel zwaar. Maar het was wel leuk. Maar we gaan nu lekker naar het strand. Nou, we hebben even een lekker dagje aan het strand gelegen. Hier. Ik ga nu even ergens een hapje en een drankje doen. Ik heb zin in lekker Cola Zero of zo. Zoveel dorst. En vanavond gaan we lekker thuis barbecuen. Zo, wij hebben even lekker een bord. We dachten wat kleine snackjes, maar bord vol. Nou, eet smakelijk. Eten. Het is inmiddels 9:15. We hebben nog even lekker gezwommen. We gaan nu lekker broodjes maken. We hadden middag nog een beetje tapas genomen. Dus we hadden nu gewoon zin om lekker even broodjes te maken. Yummy! Ik ga jullie laten zien. Het is zo simpel. Ja, het is eigenlijk niet eens een recept. Maar het is zo lekker. Je pakt brood. Je kan ook een bolletje doen. Dat doen we normaal ik eigenlijk. Ik ga niet die basilicum doen trouwens. Oh, die hebben we helemaal niet gedaan. Nee. Nou, je pakt dus 2 sneetjes brood. Nou, hoef eigenlijk niet. Het kan ook gewoon een bolletje dus. Lekker wit. Dan doe je lekker pesto. En deze pesto vind ik erop lekker. Is niet die verse pesto, maar deze. Lekker een dikke, goede laag. En lekkere zoute pesto. We wilden eerst gaan barbecuen, maar we dachten ja. We hebben geen zin om. We zijn hier met plezier barbecue op kolen. En dat duurt zo tering lang om dat weer aan te krijgen. Nou, we hadden er allemaal even geen zin meer in. Het is wel best laat uiteindelijk. Oh, we hebben wel nog die gamba's. Die nemen we lekker mee naar Daan. Ja, die eet Daan maar op. Dan ga je die opeten. Kijk, dan doe je een lekkere, goede laag. Zo. Dan zie ik hem wel best lekker. Ja? Dan doe ik lekker. Heb je ui? Ja. Oh, dan doe ik lekker ui. Ik doe wel lekker veel ui. I love it. Lekker aan mijn mond stinken. Sorry, schat. Vind je dat erg? Zo nee, maar als je het allebei op hebt, dan is het niet erg. Ik weet nog wel in het begin van onze relatie. Toen zeiden je ouders van, we hebben niet met knoflook gekookt. Ja? Ja, toen zeiden ze, ja, we hebben pasta gemaakt zonder knoflook hoor. Nee. Ja, zo schattig. Toen dacht ik van, nou, gooi er maar lekker knoflook in hoor. Dan dacht ze helemaal van, oeh. Maar dit is ook normaal, maar deze ui is gewoon, noem je dat witte ui, normale ui? Ja. Die rode ui is erger. Ja, klopt. Maar rode ui vind ik wel lekkerder om bijvoorbeeld in een pasta te bakken. Dan proef je het niet. Nou, dan doen we kipfilet. Wat je wel kipfilet? Dat is 3 plakken ham. Geen kipfilet? Nee. Oh, nou, ik doe 2 plakjes kipfilet. Ik heb net wel kipfilet. Maar het zijn flinterdunne, hè? Dat vind ik zo lekker. Dan doen we ham. 1, 2. Nee, ik vouw ze gewoon open en dan leg ik ze gewoon helemaal erop. 3 plakken. Goh. Wow. Kijk. Tomaat. Dat is echt amazing. Komkommer. Hier, heb deze alvast. Oh ja, ei. Ik ga hem denk ik niet erop doen. Ik vond het niet zo. Ik doe gewoon een lekker los eitje eten. Kijk, en dan hebben we dus zo. Heb ik dan nu alles? Oh, kaas mis ik nog. En dan dus kaas erop. Nou, dan heb je toch maar een broodje. Daar zeg je u tegen. Echt een toren. Nou, ik zweer, je kan mij naar een 5-sterren restaurant sturen, maar ik word net zo blij van dit broodje. Kijk. Oh. Kijk nou. Dit is lekker, joh. Het zachte brood, dat maakt het echt. Met die, ja, pesto, die ui, alles op en aan. Dus heb ik weer geen inspo, maak gewoon dit. Ook lekker voor lunch. We hebben deze, oh, ik heb geen basilicum. Dat wil ik ook. Is dat een goede toevoeging? Ja. We hadden nog verse basilicum. Kijk, ik ga even proeven met verse basilicum. Ja. Maak dit. Nou, dan gaan we elkaar eten. En nu is het alweer laatste avond. Het ging zo snel. Kijk, mooie view. De bergen. Nou, dit is echt de vreselijkste camera ooit. Ik moet even investeren in een nieuwe. Nou jongens, het is inmiddels 4:15. We zijn even naar het strand gefietst. Echt 5 minuten fietsen. En hier gaan we even, lekker wat eten. Want 7 uur gaan we ongeveer naar de airport. Misschien iets eerder. Daar kan je dan ook weer niet echt eten. Dus ik ook wel een beetje net niet. Ja.
laatste keer een hapje eten en dan gaan we alweer. Ik ben natuurlijk nu lekker op vakantie en wat ik echt de lifehack van de eeuw vind. Nou, je weet sowieso eigenlijk al hoe erg fan ik ben van Parfumado. Maar om Parfumado mee te nemen op vakantie. Ik heb nu letterlijk 5 verschillende geuren en dit is de ruimte dat het opneemt. Het is letterlijk 1 flesje parfum, wat normaal 1 flesje parfum. De ruimte kost, heb ik nu 5 verschillende geuren. Ik vind het echt geweldig. Ja, Parfumado is een parfumabonnement. Dat je elke maand een nieuw parfum kan uitkiezen. Zeggen dat je een maand met 1 flesje doet, maar ik doe er echt veel langer mee. Dus ik vind het echt top. Je kan met mijn code VERWOERD 50 de eerste maand met 50% korting uitproberen. Linkje staat in de beschrijving. En dan is het paar voor 7,95. En dan heb je een abonnement voor maar 8,95. En je zit hier met allemaal grote flessen die niet opgaan. Dus veel te duur zijn. En ja, ik hou er gewoon van dat ook achter allemaal nieuwe parfum. Ik heb echt zoveel lekkere parfums ontdekt door Parfumado. Maar ik vind het dus ook ideaal op vakantie. Het is sowieso ook maar, het is maar 8 ml. Dus je kan dit letterlijk meenemen. Ook als je geen ruim bagage hebt. Dus dat is natuurlijk ook top. Dan kan je allemaal verschillende soorten geuren meenemen. Voor maar letterlijk 8 ml. En dan zit je niet met grote flessen. Die kan meenemen. Ik geef vandaag een paar. Nou, ten eerste hoe leuk zijn deze kleurtjes allemaal al bij elkaar. Het ziet er ook nog eens super gezellig uit. Een paar van mijn favorieten. This Is Her van Zadig en Voltaire. Ach, super lekker vrouwelijk, best wel zoet. Dan Lady Million, ja, ook altijd een topper. Ik vind deze heel lekker voor het uitgaan. Echt een wat zwaardere geur, dus dan rijk je nog wat meer wel lekker met uitgaan. Dan deze, dit is de Silk nummer 4 van Parfumado Xiade Anna. Die is ook echt heel erg lekker. Deze vind ik echt een heerlijke everyday geurtje. Dan de Eccentric One. Dan Molecule nummer 1. Ja, dat is zo'n frisse, lekkere geur. Dit zou ik echt elke dag... Dit is zo lekker fris, dit is zo lekker en het is zeg maar zo zacht. Het is niet een hele zware parfum, maar heerlijk. En dan heb ik ja, mijn all-time fave. Ik heb deze ontdekt op Parfumado en altijd als ik deze op heb, zegt iedereen welke parfum heb je op, want dit is zo lekker. En dat is dus NR18 van N'Other. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien, kijk. Ja, nou dat is niet normaal. Dit ruikt zo lekker. Ik spreek het gewoon even allemaal op, want het is gewoon heerlijk. Dus ja, check het zeker. Linkje in de beschrijving. Je weet hoe fan ik ben. Maar je kan het dus ook de eerste maand voor maar 8,95 uitproberen. Het verwoord 5. Dus try before you die, you know. Nou jongens, we zitten in het vliegtuig weer. Onderweg naar huis. We hebben een beetje vertraging gehad. Dat scherp stellen. Dat weet je soms niet. Echt van verbuisden. Ik weet niet wat het is, maar... film gedownload, ga ik nu even kijken en vlucht is ongeveer 2 uur en een kwartier, dus top. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe dag. Het is woensdag, weer eerste dag thuis. Het was echt even weer wennen. We kwamen vanochtend echt om 2:30 aan, dus ja, we hebben even lekker uitgeslapen tot 11, 12 uur of zo. Om 2 uur had ik alleen maar personal training. De Hyrox viel echt heel zwaar na de vakantie. Was ook wel echt een zware training. We hebben 5 kilometer gerend en oefeningen gedaan. Dus dat eigenlijk wel. Morgen heel veel te doen. Maar it's okay, it's fine. En nu komt het dan gezellig hier eten. Daar heb ik wel zin in. En ik heb dus nu Factor Meals. Fucking chill. Dus no spon. Maar het zijn dus van die kant-en-klare maaltijd wat je in een gantron kan doen. Wat dus gemaakt is door diëtisten. En bereid is door chefs. Echt een goal. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Dat ga ik zo meteen lekker eten. Goedemorgen, maal. Het is vandaag donderdag. Zo'n rare week. Ik ben gisteravond lekker met Stan in de sauna geweest met mijn ouders. Dat was echt heel leuk. En ik moet nu even naar de dokter voor een moedervlek. Want die is verwijderd, maar die is dus weer terug. Fucking weird. En daarna ga ik naar Amsterdam. Ik heb zoveel zin om naar Amsterdam te gaan. Zo lang geleden, door de vakantie. Helemaal zin om weer even lekker naar mijn huisje te gaan. En lekker even alles te organiseren. En ja, lekker even naar Ams. En ik moet echt super veel doen voor werk. Dus we worden echt hard werkende dagen. Nou, we zijn weer thuis. En dit is de situatie. Alles kan ik gaan opruimen. Ik heb wel gelukkig alles al gewassen bij mijn ouders. Dus dat scheelt. We gaan even licht maken in deze kamer. Jeetje. Nou, dit wordt echt even een opruimdagje. Want, oh mijn god. Oké, ik heb lekker van Colaatje Zero Cherry smaak. Zo goed. Ik ga lekker Emily in Paris kijken, nieuwe seizoen. Maar volgens mij heb ik dus het einde van het seizoen, het vorige seizoen nog niet gezien. Dus dat ga ik nu eerst terugkijken, want
Ik zat te kijken en er klopt echt helemaal geen kut van. In ieder geval, ik snap er niks van. En ik ben lekker een factuurmealtje aan het maken. Nou jongens, ik zat net op de bank. Ik had nog niet gesport vandaag. Ik wilde eigenlijk ook niet sporten. Maar toen dacht ik, ik ga gewoon even een half uurtje rennen. Het hoeft allemaal niet snel. Het hoeft allemaal geen PR. Het hoeft ook allemaal niet lang. Ik ga gewoon even rennen. Voelen tot wanneer ik er klaar mee ben, zin in heb. Ik had net een zak chips leeggevroten op de bank. Kan allemaal, helemaal dikke prima. Maar ik dacht, ik heb gewoon even zin om te rennen. Het wordt wel een beetje donker, dus ik moet wel snel gaan rennen. Maar ja, komt goed. Hoi hoi. Goedemorgen, man. Het is vandaag alweer vrijdag. Ik ga zo meteen lekker sporten samen met Bo. Gaan we weer een HYROX lesje doen bij iemand die een HYROX gym heeft. En die heeft ons gevraagd om te komen sporten. Superleuk. Ik heb dus allemaal nieuwe sportsetjes besteld bij Shein. Dit is er één van en ik ben er zo blij mee. Kijk hoe leuk. Deze is in het bruin. En hij is echt... zit echt perfect. Dus hier ben ik mega blij mee. Joehoe. En vanavond ga ik gezellig naar Stan. Helemaal leuk. Ik heb echt allemaal nieuwe leuke sportsetjes binnengekregen. Dus ik ga dit even laten zien. En ik had ook dit leuke setje van Tess V gekregen. Ik vind dat Tess V echt super leuke kleding heeft. Hoe leuk is dit schattige vestje. En deze broek. Ook echt super leuk en chill. En ik heb deze ook in zwart. Helemaal leuk. Ik heb echt heel veel sportsetjes. Ik heb wat gekregen van Glutes Pop. En ik heb zelf besteld op Shein. Maar ik merk wel echt zieke kwaliteit verschil. Laat eerst even een Glutes Pop zien. Als eerst deze long sleeve vest. Super chill om naar de gym te dragen. Echt mega goede kwaliteit. Sokken. Heel leuk. Een one shoulder sportbra. Ook echt heel leuk. En dan echt een mega leuk setje bij elkaar. Dit bruine, donkerbruine broekje. En heeft van zo'n butch crunch. Echt de meest favoriete. Broekjes ooit. En dit superleuke topje. Ook echt geweldig. Leuke achterkant. Nou, echt, I love it. En dan merk ik wel echt meteen kwaliteit. Kijk, je ziet ook wel meteen echt zieke kwaliteitsverschil. Als eerst dit roze topje. Met zo'n rug. Heel leuk, maar ik vind het echt kut dat dit aan de binnenkant, dit aan de binnenkant is. Want dan zie je dat dus wel als je hem zo aan hebt. Dan heb ik zo'n witte cross top. Heel leuk. Er zitten geen pads in, dus je tepels schijnen door. Hier zit het kaartje nog in. Ik ga stuk. Ik heb deze net gekregen. En zo'n zwarte cross top. Hier zit dan wel pads in, maar deze is best wel weer klein. Dus mijn boobs vallen er heel erg uit. Dus ik merk gewoon de pas voor mezelf iets minder. Maar wel gewoon super chill om gewoon te hebben en erbij. Dus dat. En dan een renbroekje. Deze is wel echt super chill. Pas je in. Zit ook echt lekker. En ook in het wit met gezellige kleurtjes. Dus dat eigenlijk helemaal blij mee. Goedemorgen allemaal. Zaterdag. Ik ben lekker met de meiden. Goedemorgen. We gaan lekker lunchen. Dat doen wij nou echt nooit. Dus ik vind het helemaal leuk. En daarna gaan we bij de voetbal kijken. Nou, we zijn nu op de voetbal. Ja. Was erg. Stan heb gewonnen. Woo! 2-0. Ja, dat is er. En nu zitten we bij het lidste feest van de gemeente. Laten we zien, het lidste feest van de gemeente. Ja, kijk hoe lid dit is. Echt niet normaal. Ik heb lekker sportwater. Met elektrolyten. Met elektrolyten, yeah. Hij is fucking vet. Dames en heren, ben je met mijn neef? Welkom bij de zaterdagavond van Langera Standfeest. Ik ben Sarah, ben hier met Nick, ben hier met Jesse. We zijn hier op een klein feestje bij Altior. Daar is zeg maar de tent, maar die zien we nu niet. Daar gaan we ook niet heen. Hey, goed man. Maar ja, gezellig. Wij willen graag Sarah bedanken, want zonder Sarah was mijn neef Milan hier er niet meer geweest. Want Milan die kan niet voor zichzelf zorgen. Nee. Vergeet je brood niet. Milan vergeet brood te eten. Geen avond. Kut! Wil je mij zien? Ja, is leuk om je weer te zien. En tot de volgende vlog. Ja. Wekelijkse vlog met Henk. En dan zeggen we zoals altijd dikke, vette peace! Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, wat zeg ik nou weer? Het is echt 4 uur. Ik heb vanochtend lekker 12 kilometer hard gelopen met Bo. Mijn blush is wel heel heftig. Het is nu kermis bij ons, dus dat is altijd even gezellig. Dus Isabel en ik gaan even naar de kermis. Helemaal gezellig, dus... misschien ga ik natuurlijk nog even eten met mijn ouders, maar ik moet nog even kijken. Nou jongens, ik ben echt heerlijk deze zondagavond lekker aan het schilderen. Hoe leuk.
Kijk, ik ben dit aan het maken. Twee bloemen. En er komt hier nog een lichtroze bloem. Ik vind dit zo leuk. Ik snap echt niet waarom ik dit niet vaker doe. Ik had het er toevallig met Bo deze ochtend met het hardlopen erover van. Ja, je zit eigenlijk altijd in de avond. Nou, lopen wij dus heel vaak een rondje. Of werk ik. Maar hoe lekker is het om gewoon even lekker bezig te zijn. En niet achter je telefoon zitten, TikToks kijken, te scrollen of series te kijken. Ik hou helemaal niet zoveel van te veel tv kijken. Dus ik dacht, ik ga gewoon even lekker creatief doen. En het is zo super leuk. I love it. Goedemorgen allemaal. Het is maandag. Maandag betekent ijsbad en leg day. Lekker gezellig met Coco. Super veel zin in. Dus ik ga nu naar Renaissance. Daar doe ik altijd ijsbad. En daarna gaan we lekker sporten. Dus helemaal ready for today. Zo. Today. Nou, we zijn bij de ijsbaden, maar ik weet niet wat hier gebeurt. Maar ik zie gewoon hele ijsplakaten. Dit gaat zo koud worden, oh my god. Nou, zometeen komen Bo en Nina gezellig eten hier. Helemaal gezellig. Ik heb ook mijn hele huisje opgeruimd. En ik heb ook allemaal nieuwe leuke dingetjes van de Xenos. Dus ik ga jullie even laten zien, want het is echt heel leuk. Nou, ik heb hier even mijn tafel opgeruimd. Ik heb hier altijd mijn werkhoekje met al mijn Burga-spullen. Burga-notitieboekjes, mijn laptop, case, mijn fles. Hoe leuk. En dan mijn telefoon. Ik ben helemaal in stijl. Echt, I love it. Dan is dit een beetje veranderd. Ik heb iets meer kleur. Hier, dit is nog niet goed hoor. Die spiegel gaat er waarschijnlijk weg. En dan komen dan grote lijsten met allemaal leuke posters. Een beetje zoals ik dus gisteravond heb geschilderd. Ik weet eigenlijk niet of ik dat heb gezegd. Maar ik ging gisteravond schilderen. En een beetje zo'n stijl wil ik dan leuke posters. Nou, mijn bank zo. Dit was wel hetzelfde. En dan heb ik deze twee nieuwe tafeltjes. Hoe leuk is dit? Even serieus, dit is toch zo cute. Ik vind dit echt geweldig. Ik vind dit helemaal een vibe. Brengt even wat meer kleur in huis. Ja, deze kast is echt een rommelkast. Maar ja, dat moet je ook hebben. Nou, ik heb echt de simpelste outfit van mijn leven aan. Een zwarte shirt en een grijze broek. Die te groot is, dus ik zo opgeknopt. Maar ja, ik ben helemaal blij met mijn nieuwe toevoegingen. Dan heb ik natuurlijk hier gewoon zo kast. En er komt nog een nieuwe salontafel in die stijl. Dus dan wordt het wat meer een geheel. Dat was het eigenlijk. Die meiden komen zo gewoon lekker boodschappjes doen. En dan lekker eten. Oh, we hebben even lekker eten afgehaald. Tacootjes. Het ruikt echt fucking lekker. Dit is de kassa die je hebt. Goedemorgen maal. Het is woensdag. Ik heb nu een oh nee, het is dinsdag. Ik heb nu een hele leuke meeting op kantoor. Bij mijn management, dus daar gaan we nu heen. Heel veel zin in. Verder, leuke dag. I have so badly when I was a kid. I'm making a bit of my childhood dream come true right now. There are 5 extra chocolates. Nou guys, dit is dus de Barbie-telefoon. Hoe? Leuk. Een unboxing? Ja, doe een unboxing. Oké, ik vind deze keer wel heel leuk. Ja, dit is echt heel leuk. Van die unboxing? Ja. Zo leuk. Kijk, met een spiegel. Dit is toch echt een vibe? Ik vind die wel echt cute. Ik vind het echt heel cute. Hij past ook in een mini-tasje. Ja. Dan wel met die kleding gesteld. Ik vind dit hoesje ook echt cute. Helemaal zo. Zo'n burnie. Maar dit is toch fucking grappig. Ik ga mijn thuis hier bellen mee. Hallo. Ik zou niet weten hoe het werkt, joh. Hoe fijn als mensen jou hiermee zien bellen. Hallo. Moet de doos erop? Zit er nou echt een camera open? Wow. Nou, is het niet geloven? Nee. Niet normaal. Net was dus het Barbie event. Het was echt super gezellig. Ook echt heel erg leuk met Anna. We hebben dus gewoon zo'n klaptelefoon gekregen. Echt geweldig. Ik heb Sander ook meegebeld. En hij dacht echt, wat doe jij nou weer? Dat was echt heel leuk. Ik ga nu lekker naar een sportlesje. Dus ik heb lekker mijn sportkleding weer aan. Een Hyrox lesje. Samen met een vriendinnetje. We gaan eerst een koffie doen. Bijkletsen, dus super leuk. Goedemorgen allemaal. Ik ga weer lekker sporten. Ik heb weer een sportset aan. Ik ga lekker een holy shredje doen. Ik heb echt al een hele tijd niet gedaan. Super veel zin in. Even lekker intervalletjes. Helemaal tot nu. Ik heb mijn spullen gepakt. Ik ga nu naar Stan. Het is echt een prachtige
warme dag. Dus we gaan lekker de boot op ervaren. Echt helemaal zin in. Goedemorgen, man. Het is vandaag donderdag en het is Anne de verjaardag. Yay! Birthday girl. Ik ben even lekker bij de meidenpand aan het werk. Ja, echt leuk. We hebben nu even een surimi snackje, maar we hebben het gewoon zeg maar zo losgemaakt. Eigenlijk veel handiger, hoef je niet helemaal te kloten. Nee, maar dit is toch juist veel handiger? Ja, fucking idee. Het is echt zo'n snackie die je gewoon lekker kan pakken. Ja, ik ga het even lekker eten. Ja. Ik voel laatst tijd dus die dacha echt op mijn keel. Ja? Ik voel een soort bam op mijn maag vallen. Ja? Ja, veel ruim. Oh, maar ik vind deze surimi stuk lekker. Ja, en net iets anders. Ik weet niet. Ja, iets harder. Iets maar die meer andere waren uitverkocht. Maar deze hoef je ook niet hebben. Stel, ze zijn gewoon uitverkocht door mij. Ja, dat is 100%. Dat is toch bizar. Ja. Maar hoe ik dus op het idee was gekomen, is ik zie wel eens mukbangs en dan hebben ze een soort dat op een sushi dingetje zitten. En ik eet heel vaak gewoon surimi sticks los, omdat ik gewoon fucking lekker vind. Het is gewoon even zo'n snel snackje wat je even weg eet. Toen dacht ik, ik ga gewoon zo'n soort salade maken. Ik crave hier gewoon naar. Zo lekker. En hier in die crave ik ook naar. Ik zit dus in Italië en mijn moeder heeft hier dus een foto dat ze op mijn vader of avond eet. Nee. Kijk, Sarah is gelegd nagemaakt. Ja, echt heel veel mensen. Die kennen mij dan niet. Maar die kennen me van die. En zegt ze, ja, ik heb je surimi snack gemaakt. Ja, dat is wel apart. Maar wel veel mensen benoem je ook. Ja, ja. Normaal is dat helemaal niet voor mijn gevoel. Echt, is het gewoon een soort veel credits. Ja, ik krijg echt de credits. Shout out naar Momo, my queen. Ja, yum. Ja, hier kan je er echt 50 van eten. Normaal. Hallo allemaal, het is vrijdag alweer. Wat gaat deze week snel? Ik ga nu vanuit Stan weer naar Amsterdam. En onderweg ga ik even langs op de Shen. Pas ben ik daar natuurlijk geweest voor een nieuwe zonnebril op sterkte. Wat echt super fijn was. Maar ik wil eigenlijk ook echt aan lenzen gaan beginnen. Ik ben namelijk echt strontblind. Echt alsof er gewoon stront in mijn ogen zit. Het is bizar. En ik ben zo eigenwijs dat ik niet altijd mijn bril op wil, omdat, nou, dat wil ik gewoon niet. En ja, ik vind het gewoon niet staan, het is gewoon kut. Ja, het is gewoon... Ik heb thuis mijn zonnebril op sterkte altijd in mijn auto liggen, omdat ik dus zo blind ben. Ik zal even laten zien van Grand Optical. Het is echt super, super chille chance. Ze hebben echt super veel mooie monturen. Maar ja, vandaag dus langs voor een lenzencheck. Kijk, dit is mijn bril. Nou, nu kan ik zo goed zien, dat slaat echt helemaal nergens op. Als ik dit ding op heb, dan wil ik hem eigenlijk ook nooit meer af. Dus ja, daar gaan we nu even lekker heen. En ik ben, ja, ik kan echt niet wachten. Echt, ik kan niet wachten tot ik die lens heb. En elke dag gewoon scherp kan kijken. Echt, ik kan echt niet wachten. Nou, ik ben net bij de optician geweest voor een nieuwe oogmeting. Super fijn, want ja, met lens is dat toch wel even weer wat anders met een bril, omdat een lens echt op je oog komt. Dus dan kan je wel weer een wat heftiger gesterkt of zo, weet ik veel. Maar super fijn geholpen, heel chill. Ik heb nu voor mij proeflenzen besteld, daglenzen, dat ik dat kan gaan uittesten. En ja, dan ga ik waarschijnlijk daglens nemen. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik kan echt niet wachten totdat het er is. Ja, dat het ongeveer een weekje duurt. En ja, echt top. Oké, we gaan lekker Vietnamese barbecuen. Nou ja, eigenlijk niet echt barbecuen. Maar ik heb hier gewoon lekker vlees, kippendij van de grill. En dan ga je dus alles een beetje bij elkaar maken. Koreaanse barbecue. Nee, Vietnamese. Vietnamese Koreaanse barbecue. Ja. Beweging, man. Ik ga jullie laten zien hoe het moet. Moet ik filmen? Oké, maar het staat altijd onscherp. Moet je wel goed blijven kijken. Ben je nu scherp? Ja, denk het al. Kijk, nou, je pakt een rijstpapiertje. Oh, je moet wel alles filmen. Nee, als je gewoon mij filmt elke keer. Ja, maar je bord wel. Ja. Dan heb je hier kokend water. Je moet heel snel even heen en weer draaien, inderdaad. Weet je, even doorheen halen. Als het helemaal nat is. Dan op je bord. Doe je een beetje saus. Dit is hoisin saus met... Een soort saté saus. Pindakaas. Ja, maar dan wel lekkerder. Yeah. Wat met hart, dat ding, die peper. Oh. Dat die Enzo Knol geen lamme hand krijgt net dat al dat vloggen. Nou, dat doen we een beetje... Dat hadden we vorige keer niet. Wel. Oh, dat waren toen al die soort die kant-en-klaar... Die aan elkaar geplakt waren. Yeah. Lekker bosui erop. Een beetje dille. Komkommer. Kan zoveel doen als je wil. Wortel. Sla. Een grote jongen. Oh, en het vlees natuurlijk. Zo.
Oeh, dan moet hij eigenlijk langer voortaan. Langer in het water. Ja, dat is voor de volgende keer. Kijk over maar of je hem gerold krijgt. Dan vouw je dit naar binnen. In drie vleesjes. Ik wil er vier. Vouw je dit naar binnen. Lekkere tutorial. En dan ga je hem zo... Chill, dus dat vel, dat breekt echt maar niet. Nee. Dus daar kan je gewoon lekker ruw mee omgaan. En dan kan je hem gewoon... Nou, is toch goed? En dan heb ik een dipsausje gemaakt. En dan neem je een hap. Goed? Mm-hmm. Nou, dames en heren, dat was hem. Hallo allemaal, het is zaterdag. En Stan en ik hebben ons omgekleed. Ik heb deze leuke stoks sokken aan. Zo, dat is moeilijk. Ja, dat is moeilijk. En we gaan 16 kilometer rennen. Ik ga meten met Dam tot Dam. En die is ook 16 kilometer. Ik ga even kijken of ik het überhaupt kan. Stan is snake aan het doen. Nou, ik kon het nog best wel goed. Op een gegeven moment word je heel lang, dan wordt het moeilijk. We zijn lekker op het strand voor de birthday van Anne. Je hebt een beetje tegenlicht, maar... Ja. Happy birthday, kijk, 18. Ja, doe! Ja. Zware taak om ons om te gaan. Dan kunnen we jou een dag ontspannen. Kus, de knapste man uit de regio. Wat leuk! Nou, dit is toch niet normaal? Ik tag jullie allemaal wel even. Ja, tag jij maar. Ja. Nou, we hebben echt zo lekker zijn we aan het eten. Hallo! Maar ik ben echt zo oepa-loepa met mijn haar zo naar achter. Maar dat is helemaal... Ja, het is ook mijn hairstyle, maar ja, toch als ik het zo goed. We gaan lekker positief doen. Het zit echt super lekker te eten. Weet niet. Je zit echt top hier hoor. Echt leuk. Ja. Lekker een vibeje. Honey, you're shining. Hebben we lekker gegeten? Heerlijk. Bedankt voor het antwoord, meiden. Lekker. Lekker. Oh, knap. Ja, ik zei de bovenkant van de macaron. Wel. Nou, aan van die handen. Nee. Er komt nog meer. Oh ja. Jongens, even... Sylvana, jij bent echt mee. Jongens, komt ie. Oh. Lang zal leven, lang zal leven. In de gloria, in de gloria. Lieve de piep. Hoera. Jongens, we zitten nu voor... Oh, Ilieboer. Voor hier? Geen. Dus ik mag niet zeggen waar ik zit. Nee, moet niet hoor. We zitten op zand. Hey, we zitten gewoon bij een beach tent. We zeggen niet welke, maar we gaan zo op beach tent. Ja, jongens, choppetje huren. We gaan zo een e-chopper huren. Nee. Chop. Die mag je wel plakken. Ja. Hey, Sarah. Hey, we zitten gewoon bij een beach tent. Je ziet vast niet waar we zitten. Deel vlaggen. Nina. Nien. Lucas, lachen. Hey, Saar. Zeg maar even wat je wil zeggen. Love you. She loves you. Ze zegt zeg maar, het is mijn verjaardag. Anna, ik ben. Dit is je verjaardag. Je verjaardag. Deels ook jaren. Vaak op niet. Jawel, deels ook jaren. We hebben net allebei een vuurwerkje gekregen. Ik voel me echt een nieuw drankje. Appreciate it. Ja. We hebben een nieuw drankje. Jongens, luister even. Hello. Wij zijn lekker weer strand geweest. Ja. Dat was echt top. Ja, we zijn echt mega nice bij Tulum in Noordwijk. Ja. Maar deze krullen vind ik fucking mooi bij mij. Ja, hoe kom dan? Hoe heb je dat gedaan? Braids. Vannacht. Ja. Nou, wat leuk. En een beetje rood van die zon. Oh, lekker. Dank je wel. Ja, eindelijk. Laatste dag van die zomer. Terug naar huis. Ja. Want Stan komt. Thomas komt ook. Zo moeten we. Ja. We moeten weer naar de boys. Een beetje house vibes, jullie. Ja. Nee, we hebben lekker een paar uurtjes op het strand. Even lekker. We hebben heel veel gegeten, dus ik denk, ga niet eten vanavond. Nee, niet nu. Sowieso douchen thuis. Chillen. Even chillen. Show kijken. Heb je Emily in Paris gezien? Ja, leuk. Nieuwe komt 12 september uit. Oh.
Maar volgens mij, ik had dus de laatste aflevering niet gezien van het vorige seizoen. Ja, heel raar. Dat wil zeggen, de juice. Dus ik snapte er helemaal niks van. Dus die moest ik eerst opnieuw kijken. Maar ik vind het zo leuk. Maar ik vind die Camille. Ja? A bitch. Sorry. Ja, ik ook. Nee, ik vind echt niks. Ik ook niet. En ze is ook, spoilers, ze is niet zwanger. Nee. En ze gaat gewoon mee door. Ja. Hebben jullie die trailer van die part 2 gezien? Ja, ga even kijken. Oh god. Ja, ik ben benieuwd. Maar nu ben ik How I Met Your Mother met Thomas. Ik heb hem nooit gezien, hè? De eerste keer. Oh ja, ik heb ik ben een Friends fan, dus. Ja, ik heb Friends met Stan gekeken, dat is ook leuk. Ja, ik doe altijd Friends. Oh, ja. Friends is the best. That's it. Maar wat vind je leuker, How I Met Your Mother of Friends? Nee, Friends is altijd leuk, sorry. Ja, same. Ik vind How I Met Your Mother alsnog leuk, maar nou, Friends is Friends. Ja. Cannot beat it. Nee, ik ben nu Gossip Girl nu aan het kijken. Oh, ik was ook. Echt? Ja, maar soms. Ik heb hem eigenlijk al 3-4 keer gezien en eigenlijk... Nu ben ik een beetje klaar mee. Ja. Heb je E-Antwoord gezien? Ja. Ja, ik ook. Vind je ervan? Ja, ik heb die boek wel gelezen, maar... Oh, echt? Ja, ik vond hem wel heel leuk hoor. Ja, was leuk, maar die boek was wel beter. Ja, ik heb het boek niet gelezen. Ja, dat is best leuk. Maar Blake krijgt helemaal zieke haat. Ja, heb je gezien? Waarom? Ja, want die verhaal is eigenlijk over abuse, ja. Maar hij heeft, heb je die ene van die marketing van haar, heb ik gezegd, grab your girls and wear your florals and come see the movie. Maar dat is helemaal niet de bedoeling van de hele movie. Huh? Nou, dus dat is waarom ze dat ze heet, maar ik denk, dus ben je klaar mee hoor. Ja joh. Ik hou van haar, ze is echt zo nice. Ja. En ze was sick zwanger, hè, in de movie. Huh? Ik denk 8 maanden, daarom zijn die outfits echt helemaal... Oh, ja. Ja, ik vond haar al best wel een soort puffy gezicht. Ja, ze was echt sick zwanger met die laatste kind. Ja. Oh, waar. Ja. Maar ja, oké. Tot de volgende keer, jongens. Oh, batterij gaat ook uit. Doei. Jongens, het is zondagavond. Ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Het is weer even een vlog 2 weken aan elkaar geplakt. Omdat ik gewoon echt super lacking ben in het vloggen. En het spijt me echt heel erg. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet me zeker niet te volgen op TikTok, Instagram, Snapchat. Allemaal @sarahvervoerd. Jullie heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei. Thank you.